De inclusieve samenleving. Ja, we hadden het net over de wijk. Ja, we maken het wat groter. De samenleving. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, sommige mensen zeggen het is een werkwoord. Hè, samenleven. Dat moet je ook echt aan werken met elkaar. Dat maakt het ook inclusief. Dus de samenleving, ja, dat is iets waar je met elkaar aan werkt. We gaan daarover verder door praten. Prinses Valentien is aan tafel blijven zitten. Daar tegenover Floortje Schepers. Hoogleraar innovatie in de GGZ aan het UMC. Hartelijk welkom. Kijk, ja. Helemaal goed. Ik was even benieuwd. Ja, je zat ook al te kijken. Ja, ken je de parel? Ja. Ik dacht... Die had ik wel willen hebben. Ja, precies. Ik heb hem even laten staan om die reden. Ja, dat dacht ik al. Zien. Ben ja, jaloers precies, te maken. Ja, precies, nee, hij ja. is heel, heel goed terechtgekomen, denk ik. Nou, fantastisch. Dus, ja. Ik zeg, we hebben het over die inclusieve samenleving. Dat, het lastige daarvan, de taal doet ertoe, had het over... dat soms ook al zo makkelijk uitgesproken is. Ja, de inclusieve samenleving. Ja. En ik vroeg eerder ook al Meerte vanmiddag al... van wat is dat nou precies? Waar hebben we het dan over volgens jou? Ik vond eigenlijk die definitie wel heel erg mooi. Een inclusieve samenleving is volgens mij een samenleving waarin we variatie omarmen en zien dat dat een functie heeft. Hè, dat we als groep heel veel baat hebben bij variatie. En dat het een plek is waar iedereen op zijn eigen manier mee kan doen aan hetzelfde collectieve belang, namelijk... Ja. Een mooie wereld neerzetten. En nu ben je hoogleraar innovatie in de GGZ. Dan denk ik, je bedenkt manieren waarop we dat beter kunnen doen? Ja, dat probeer ik in ieder geval. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Want wat zo lastig is dat de praktijk weer barstig is. En modderig en traag en complex. Maar het is heel belangrijk dat we met elkaar, met allerlei verschillende perspectieven, de dialoog aangaan hoe we inderdaad die samenleving beter kunnen maken. En daar probeer ik aan bij te dragen. Ja. Vanuit mijn perspectief, ja. Iemand die dat ook doet, zit tegenover je. Melvin Kolff, wat altijd interessant is, staat de ex-profvoetballer. Dus toch, moet er even bij zeggen, dat maakt ook de credibility gelijk groot. Maar medeoprichter van de, en dat zeg ik goed, Presikhaven University. Klopt. Ja, ja, precies. En jij bent bezig met juist ook die jongeren en te helpen om ze gelijke kansen te creëren. Waarom doe je dat? Omdat ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Ja. Dus daar ben ik ook wel blij dat taal heel belangrijk is. Vaak wordt naar onze jongeren gekeken als kwetsbare jongeren. Maar wij zeggen talentvolle jongeren in een kwetsbare omgeving. Want ze zijn eigenlijk de meest talentvolle jongeren die je eigenlijk maar kunt vinden. Ja. En daarom zetten wij ons superhard in om hen een podium te geven. Om te laten zien wat deze samenleving waard is. En wat je eigenlijk kunt vinden en kunt halen als je het hebt over kwetsbare wijken. Want als je daar kunt opgroeien en kunt overleven, ja, en daar al de beste kunt zijn. Laat staan als je die kwetsbaarheden weghaalt. Wat je dan kunt betekenen voor de samenleving. En dat is waarom wij daar dagelijks mee bezig zijn. En, dan, en wie zijn wij dan, als je dat zegt? Wij zijn... Dan heb ik het eigenlijk over het hart van Presikhaven University. Mijn compagnon en ik hebben het ooit bedacht. Maar we hebben 50 jonge vrijwilligers tussen de 16 en 24... die zich dagelijks inzetten. En die zich inzetten voor de sociaal-maatschappelijke vraagstukken die bij ons spelen. En dat is onderwijs, sport en bewegen, veiligheid en schulden. Ja. En 50 jonge vrijwilligers die 4 dagen in de week en eigenlijk 7 dagen in de week met dit stukje bezig zijn. En de verbinding zoeken met kinderen, maar met ouders en zelf een rolmodel zijn. Dan vind ik dat we niet moeten spreken over kwetsbare jongeren, maar over talentvolle jongeren die de wereld een stukje beter maken. Elke dag. En beginnen in hun wijk. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben is omdat we krijgen natuurlijk aan tafel heel veel initiatieven. Mensen die dingen doen zoals jij die ook doen. En ik vraag me af, heb jij het idee dat dat gezien wordt? Dat de samenleving ziet wat je doet, zeg maar? Ik denk dat wij nu het geluk hebben met Presikhaven University dat wij gezien worden en gehoord worden. Mooi compliment is dat de koning vorig jaar op bezoek is geweest en we die erkenning en waardering hebben gekregen. En dat heeft iets gedaan met de wijk en met onze kinderen. Dus het geloof van, hey, de koning kan naar onze wijk komen, dat betekent dat wij een hele mooie wijk hebben. Dus het perspectief is aan het veranderen. Ik heb het geluk gehad dat ik met de koningin heb mogen spreken over jongeren en schulden en de waarde van welzijnswerk. Mijn collega compagnon heeft met u een keer aan tafel gezeten met een aantal jongeren. Dus we krijgen steeds meer erkenning en waardering en de stem, en daarom ben ik super blij en trots op de voorgangers dat ze de prijs mogen winnen. De stem wordt gehoord en we worden gezien. En ik denk dat we alleen op die manier dus daadwerkelijk verschil kunnen maken. Als we dus ook de krachten bundelen en dan maken we dus echt verschil. Dus ik heb wel het gevoel dat we steeds meer gezien en gehoord worden. Daar ben ik toch heel even nieuwsgierig naar, want ik kreeg nu ongeveer de hele familie langs, die overigens geweest. Is dat inderdaad echt een keuze om te zeggen van, we willen juist naar dit soort plekken toe, juist zichtbaar maken? Ja, en het is ook weer dubbel. Dat het
dat het ook weer is, als ik dan zo beluister en ja, je wil die erkenning geven. En ik vind het toch ook altijd een dubbel gevoel als mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Bijvoorbeeld UG, die jaren dus mijn bron zijn geweest van kennis, van begrijpen. We hebben echt in Nederland de aanpak van laaggeletterdheid volledig vanuit die mindmap die ik dan altijd maak. En ik zeg, wat als we nou eens mensen centraal staan en dat vanuit daar gaan redeneren. Dus het is ook wel een beetje ingewikkeld. Waarom hebben jullie... Dus erkenning vind ik heel mooi. Maar het nodig hebben dat andere mensen hen een gezicht geeft, dat vind ik ingewikkeld. Want dat zegt niet over die erkenning, maar dat zegt heel veel dat ik dus misschien meer gehoord word. En dat is eigenlijk precies het probleem wat we moeten, doorbreken. Ja. Dus het is ook dubbel. En, Maar het heeft wel met bewustzijn te maken. Het helpt even. We merken vaker in de gesprekken hier dat mensen... letterlijk, ik werd net natuurlijk aan tafel gezegd, ik ben weggestopt. Het is niet gezien. Dus, even in het licht zetten. Ja, bewustzijn is weer zo'n woord. Ja. Wat is nou bewustzijn? Weten dat het is. Nee, het heeft met een erkenning te maken. En dat is voor mij, voor iedereen. Je kunt pas die diversiteit omarmen als je gelijkwaardigheid hebt. Intrinsiek doorleeft. Mm-hmm. Dat je, als je intrinsiek weest... Ja, maar ik ben eigenlijk hetzelfde en ik ben ergens anders geboren. Maar als je erkent, maar dat begint, volgens mij, maar daar weet de professor ongetwijfeld veel meer over. Maar dat begint met een bewustzijn, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Dus ik ben maar één klein nietig iets, jij bent een ander nietig iets. Dus voor ik zie dit ook in een je bent maar iemand in een groter geheel. Als je dat intrinsiek doorleeft, dan ga je anders naar de ander kijken. En dan in één keer is het normaal dat dingen divers zijn. Ja. De teams die ik altijd heb, al mijn teams, ik ben maar iemand die een bepaalde blik op de wereld heeft, een bepaalde ervaring heeft in de wereld. En ik ben niets zonder de ervaring van de ander. Als je dat in één keer bij elkaar op gaat tellen, dan ziet de wereld gewoon er heel anders uit. En het is eigenlijk gewoon slimheid anders organiseren. Ja. En dat is de slimheid bijvoorbeeld van jou als schoenen. Ja. Want jij bent als ervaringsdeskundige. Daar zit enorme kennis, daar zit een enorme slimheid en ervaring. Je zet hem in voor Quintus. Ja, klopt. Je zet hem eigenlijk gewoon in voor de wereld, maar via Quintus. Onder andere, ja. Maar herken je dit punt, zeg maar? Dat je zegt van met elkaar maken we dit. En juist als ervaringsdeskundige ben ik daar gewoon onderdeel van. Ja, ik denk dat de prinses spijker op zijn kop slaat. Kijk. Ik wil iets dichter bij het microfoon. Ja, dat... Kijk, door daar woorden aan te geven, kunnen andere mensen het ook herkennen. Kijk, op het eerste gezicht zie ik er misschien uit als een gezonde Friese jonge man. Maar ook met een carrière. En ik ben er ook gewoon heel erg nat in gegaan. En ik ben erachter gekomen dat die ellende in mijn leven kan dienen voor heel veel andere mensen. Om daar een stukje herkenning, een stukje bevrijding, maar ook een stukje een rolmodel in te zien van er is een weg terug. Ja. En een stukje... medicatie en therapie heeft daar misschien in geholpen. Maar wat nog veel meer heeft geholpen in mijn herstelproces zijn de gesprekken van hart tot hart, van ziel tot ziel. Dat je elkaar gewoon kunt begrijpen in de gesprekken die je met elkaar voert, dat er herkenning en erkenning is. En daarbij is het zo dat het ook helpend is dat de mensen die je dan helpen ook iets van hun eigen leven durven te laten zien. Dat je het gevoel hebt van ik ben mens. Ja. Er is niet een hiërarchische trap daartussen als het ware, maar hoe leg je op een natuurlijke manier verbindingen? Ja. En die vertaalslag wil ik heel graag maken door te kijken van hoe kan ik handvatten geven aan mensen die al dan niet tijdelijk in zo'n situatie belanden. Mm-hmm. Van er is een weg terug, maar daar heb jij wel degelijk een soort hoofdrol in. Ja. Wat ik wel mooi vind is dat je die kwetsbaarheid, en Rosanne gaf het natuurlijk net ook aan, hè? Die zei ook tegen u, het kan u ook overkomen. We hebben het ook, de staatssecretaris vroeg het ook aan, heeft u wel eens momenten gehad? En dat was eigenlijk een mooi gesprek, eigenlijk van het hoeft maar dit te gebeuren. En als je dat realiseert, dan word je vanzelf al wat inclusief. Dan denk je, dit hebben we echt met elkaar. Hey, toen ik als 8-jarig jongetje gewoon op het voetbalveld stond te dromen, had ik nooit het idee gehad dat ik ooit psychiatrisch patiënt zou worden. Nee. Maar het is me overkomen. En met terugwerkende kracht kan ik zeggen dat ik dankbaar ben voor die ervaring. Hoe raar dat ook klinkt. Want hoe bevrijdend is het om gewoon gesprekken te hebben met mensen die zoiets hebben van... Ja, maar
Hij weet hoe het voelt. Hij is daar geweest. Mirsa? Ja, nou, om eigenlijk hier mooi op aan te sluiten wat Sunil net zegt, is er eigenlijk een vraag van twee tafels geleden die ik heb laten staan. Hebben we in onze samenleving nog voldoende oog en verantwoordelijkheidsgevoel voor de ander, voor het samen? Dus eigenlijk zie ik deze vraag als, kunnen we dit eigenlijk wel in onze samenleving? Ja. Ik vond dat wel een interessante. Ja, mag ze aan jou vragen? Want dat is, nou, we beschrijven het vaak heel goed. De analyse wordt steeds beter, zeg maar. Ja, de visiedocumenten die zijn altijd prachtig. Ja. Ja, maar de uitvoering. Ja, ik denk wel dat we als samenleving skills aan het verleren zijn. Die heel erg belangrijk zijn om met elkaar connectie te maken. En gesprekken te voeren van mens tot mens. Hè. Dus wat je hoort, dat er een soort hiërarchie is. Dat, als ik nou even focus op de GGZ, daar zit ook een hiërarchie. Hè? Er zit een professional en een patiënt, die staat dan wat lager in de hiërarchie. En dan heb je nog een hoogleraar die nog weer hoger in de hiërarchie lijkt te staan. Maar het zijn allemaal rollen. Mm-hmm. Het zijn allemaal rollen die we hebben. En achter die rollen zitten mensen. En we vinden het steeds enger om als mens, zeg maar, over die, of langs die rol te stappen en daarvoor te gaan staan en eerst dus gewoon contact te maken. En maar dan te kijken. Je hebt het idee dat dat sterker wordt? Ja, ik denk wel dat we die skills een beetje aan het verleren zijn. Ja. En dat heeft voor mijn gevoel, het is niet alleen maar gevoel, er zijn ook wel wat wetenschappelijke onderzoeken die dat bewijzen, maar het is nog weinig. Heeft ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van social media daarmee te maken en de globalisering. En dat we alles in de etalage zetten wat succesvol en goed is. Maar dat we het steeds minder makkelijk vinden om, dus moeilijker vinden om te zeggen waar we minder goed in zijn. Ja. Wat we lastig vinden, waar we over twijfelen, waar we onzeker over zijn. En ik denk dat dat kleinschalige gesprek met elkaar veel belangrijker is dan dat, dat wereldwijde gesprek wat we op het internet met elkaar voeren. Dat is misschien ook wel ergens zinvol voor, maar daar ben ik opnieuw wel, Melvin. Ja. Die jongeren waar jij mee werkt of mee samen bent, die zitten toch juist heel veel op internet. Die zijn daar juist nog mee bezig om. Help je ze daar ook bij? Of? Ja, ik wil die vraag van net direct ook wel klein maken. Ik heb vanochtend met mijn compagnon een training gegeven bij Stichting Jam. Die zet zich in voor moeders, bij de kracht van de moeders in dit geval. Omdat wij zeggen, onze wijk is gebouwd op de schouders van onze moeders. Die zijn super belangrijk in onze wijk. En als je dan daar hebt over de kracht van kwetsbaarheid, waar een moeder het verhaal vertelt, deelt, dat ze haar dochter aan het verliezen is en eigenlijk niet weet hoe ze de connectie moet maken. En als ik kijk dan naar de 14 andere moeders die daar aanwezig zijn, die opstaan, haar omarmen, haar troosten. Zo mooi. Ze eigenlijk bij ons zeggen, maar jullie zijn de professionals, jullie weten hoe dat moet. Wij zeggen, nee, wij weten dat niet. Wij zijn slechts het voertuig, maar jullie moeten zorgen dat het gaat rijden. Dan zie ik daar wel dat het in die kleine mini-samenleving dus wel kan. Dat ze kennen elkaar, ze ontmoeten elkaar en durven dit te delen. Dus ik denk dat het wel kan, maar zoals u aangeeft, niet heel groot, maar misschien kleinschalig beginnen. Ja, en dat moet groeien. En als je kijkt naar de invloed van social media, wij maken onze kinderen, onze jongeren heel erg bewust van het gesprek. En kijk om naar de ander. En de jonge vrijwilligers, wat ik zeg, onze high potential, young talents, het hart van de organisatie, die ondersteunen dus kinderen van 10 tot met 15 met huiswerkbegeleiding, met sport en bewegen, met gezond eten, met schulden als de jongeren wat ouder zijn. Door middel van het gesprek en door er te zijn. En er echt te zijn. Dus niet digitaal te zijn, maar er naast te zitten. Ja, duidelijk. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. En dan zie je dus dat het werkt. Als je gewoon weer bij elkaar gaat zitten, dan moet het ook gewoon. Hè? Ik bedoel, je kunt je verschuilen achter je computer en een andere identiteit aannemen. Maar als je tegenover elkaar zit, dan ontstaat het echte gesprek. Sunil, ik zit wel te denken dan. Want eigenlijk heel veel van wat we vandaag ook aan tafel hebben, is juist inderdaad in het klein doen eigenlijk. Hè? Dus het, om het maar een beetje in zijn Cenk Willings, zeg maar, groot denken, klein doen. Klein stapje. Maar het gaat soms ook gewoon over organisaties. Of inderdaad, er worden visiestukken geschreven. En dat is groot. Heb jij bijvoorbeeld voor jouw eigen ervaring, ervaar je de ruimte om klein te doen? Om kleine dingen te doen? Om juist een keer de tijd te nemen voor dat gesprek? Heb je die ruimte? Ja, die neem ik gewoon. Nee, daar vraag ik niet meer om. Dan ben ik voorbij. Nee, daar heb ik gewoon mijn eigen agenda voor. Ik heb zoiets van, op het moment zijn er gewoon bepaalde situaties waarin je voelt waar nood is of waar er gewoon even een stap extra gezet moet worden.
dan doe ik die gewoon. Ja. Nee, op momenten dat ik gewoon moet doen wat mij opgedragen wordt, met alle respect, maar kijk, dat is gewoon op zich wel helder. Alleen daarnaast zoek ik wel de ruimte om juist te zoeken van, hey, waar kan ik dat stukje maatwerk wel leveren? Ja. Ja. En dat, ja, dat doe ik gewoon echt vanuit mijn hart. Vanuit ja, de liefde, ja, we hadden het op een gegeven moment die tafel gehad over de professionals. En toen was dit ook inderdaad. Hè, soms beter achteraf excuus aanbieden dan vooraf toestemming vragen. Gewoon doen. Hoe, ja, zo belangrijk. Ik kies daar wel voor. Ja, ja. Voor die vrijmoedigheid. Ja. Ja. Ik zie u steeds aantekeningen. Ja, zo leuk. Wat schrijft u allemaal? Ja, wat ik hoor. Ja. Ik ben een luisteraar en een tussen de regels door en dan weer combinaties. En ja, als ik hier de kamer uitloop, dan ben ik niet meer dezelfde persoon door de woorden die, ja. Die ik hoor. Ja, ik denk, ik ga heel erg aan op eigenlijk alle dingen die ik hoor over dat praten. En in een digitale tijd. Er is een heel interessant boek geschreven door een socioloog in Amerika. Dat heet Reclaiming Conversation, The Power of Talk in the Digital Age. En zij zegt ook dat als we het vermogen verliezen om van het praten, wat we dus eigenlijk altijd maar voor lief hebben genomen, dan komen we terecht in een crisis van empathie. En ik denk alles waar we het met elkaar over hebben gaat over het vermogen, om empathisch vermogen. Ja. En als we dat verliezen, de wens om je in de ander te verdiepen, nieuwsgierig te zijn naar de ander en te snappen wat speelt er met de ander, ja, dan heb je op heel veel maatschappelijke vraagstukken, is dat eigenlijk de kern. Ja. En het jammere is, maar goed, dat is een beetje waar ik voor leef, dat is om eigenlijk aan die te ontrafelen, wat is nou precies het probleem? Ik heb me onlangs, hebben we een publicatie gemaakt over jongeren die thuis komen te zitten in het onderwijs. Dat zijn er tienduizenden. En als je met al die jongeren praat, en ik hoor dat eigenlijk ook terug wat jij zegt, dan begint dat ergens. Jij zegt ook, als 8-jarig jongetje had ik niet gedacht dat. Maar als het systeem met allerlei aannames, allerlei diagnoses stelt, zonder aan de voorkant ergens te zien wat gebeurt er in de ogen van jou en jouw leven, dan gaan er allerlei radertjes. Ja. Nou, en daar heeft u al de kennis over. Maar het gaat om die aannames te ontrafelen. Ja. Dus de tijd nemen om te snappen wat er speelt. Kleinschalig bij de buurman, bij de buurvrouw, op wijkniveau, maar ook dus op de bredere, hoe maken we beleid, van waaruit maken we beleid. Ja, dat is hopelijk nu, begint dat langzaam door te dringen, dat op zoveel vraagstukken dat nodig is. En ja. Nou, daarom ook zo belangrijk wat er vandaag gebeurt hier aan deze tafel. Ja. Ik ervaar soms een gesprek hier ook in de positieve zin van het woord, zeg maar, lotgenootcontact. Ik bedoel, het is, want je beschrijft best wel wat dynamieken die tegenwerken. Een samenleving die inderdaad minder praat. Ik zat in één keer denken, toen je het zo zegt, die nabijheid. Hè. Corona is een slechte tijd geweest, denk ik, voor dat contact. En dan is het wel fijn om elkaar af en toe te treffen. En even zeggen, ja, nee, maar we proberen dit met elkaar te doen. En we reiken parels uit. En dat is ook belangrijk dat zichtbaar blijft. Ja. Het goede van corona overigens is geweest dat het ons in zekere zin ook wel weer vertraagd heeft. Dat is heel veel dingen konden niet. En ik denk juist dat gesprek, dat zo lastig is om dat te voeren. Omdat de samenleving ontzettend snel gaat. Ja. En dat we echt op bepaalde momenten moeten vertragen en pauze moeten nemen om het goede gesprek met elkaar te voeren. Ja. Dus laten we dat vasthouden en niet ons dadelijk weer in de hectiek en de versnelling storten. Maar kijken hoe we wel die ruimte en traagheid kunnen vasthouden een beetje. Ja. Het zou goed zijn. Ja. Ben je optimistisch? Nee. Ah. Nee, want iedereen verlangt volgens mij weer heel erg naar beesten en feesten. Ja. Dus als ik het nu zo aankijk, ben ik heel erg bang dat we heel snel weer in oude patronen gaan terugvallen. Maar ook dat kunnen we misschien met wat meer dialoog. We zijn erbij. Ja, we zijn erbij. Het is goed dat we hier zitten en het daarover hebben. Ja. Ja. Mirte, even tot slot. Ik kijk even wat bij jou in de chat gebeurt. Ja, nou, toevallig zat ik te twijfelen om op de bel te drukken. Kijk, dat voelde ik aan. Ik doe het toch maar even voor het idee. Nou is die weer omhoog gegaan. De vraag, zo gaat het als iemand een like geeft? Het is een hele dynamische omgeving. Ja, gebeurt veel. Waarin ik ontzettend. Nou, Christel van der Pol, die heeft in ieder geval een vraag gesteld die ik eigenlijk best wel interessant vind. Vergeten we niet dat rondom een patiënt ook andere net zo kwetsbare personen zijn die behoefte hebben aan een gesprek over hun ervaringen. Ja. En dan doet zij bijvoorbeeld op naasten. Ja. En dat is denk ik ook wel iets om, hè, we hebben het over de wijk en dat, ja. Ja,
Nou, wat ik wel mooi vond in het vorige gesprek ook, hè, dus de plekken. Gewoon dat je elkaar echt gewoon. Er moeten plekken zijn waar je elkaar tegenkomt. Ik vind wat nu even de tafel is geweest hier, zeg maar dat je dat op al die verschillende plekken weet te vinden. Ja. Also, ik heb straks mijn laatste gesprek in deze reeks. En dan heb ik onder andere een wethouder en iemand van het ministerie van VWS. En de wethouder sprak van tevoren, zei ik zit vaak aan tafel bij het ministerie. Ik weet helemaal niet of het daar moet gebeuren hoor. Het kan dus ook op een hele andere plek gebeuren. Als jij zelf een wens zou mogen hebben, of die mag je hebben wat mij betreft, ja. Maar laten we kijken of we het verder kunnen brengen. Nou, wat zou je vinden dat er moet gebeuren? Ik heb een heleboel te wensen, maar wat ik gewoon hoop en gewoon zie voor de toekomst is van... Investeer gewoon duurzaam in plekken waar mensen gewoon bij elkaar kunnen komen. Ja. In herstelwerkplaatsen onder andere. Ja, dat zijn wel plekken. Peers kunnen elkaar meer helpen dan dat je ooit zult verwachten. Ja. En daar zit ook heel veel kracht in. Ook in mijn persoonlijke herstelproces heb ik dat ook gezien. Dat ik heb zoveel meer bereikt door om gewoon met gedeelde ervaringen te werken en daarin gewoon stappen te kunnen zetten, weer ruimte te krijgen voor mijn wensen, mijn dromen en die ook weer te kunnen verwezenlijken om daar stapjes in te zetten. Dus ik denk, mensen zijn veel veerkrachtiger. Het woord kwetsbaarheid, ja, ik heb er niet zoveel mee. Ik heb veel meer met veerkracht, want ik verwonder me dag in dag uit dat de dingen die ik hoor, dat ik echt wel eens denk van dan ben je zo diep geraakt, maar hoe mensen daarmee omgaan, daar heb ik alleen nog maar diep respect voor. Dus er zit zo verschrikkelijk veel veerkracht in mensen zelf. Ja. Dat ze zichzelf, maar ook de omgeving, daarin kunnen verrassen. En belangrijk is denk ik ook dat de mensen die ze dan begeleiden ook een attitude hebben van hoop. Er is een weg terug. Want op het moment dat je die niet uitstraalt, ja, dan denk ik dat het gewoon echt roeien tegen de stroom in is. Dat gaat er niet worden. Dus ik denk dat mensen zich veel bewuster mogen zijn van ja, wat zend ik uit? Ja, ja. Duidelijk. Dus niet alleen wat zeg ik, maar wat laat ik ook non-verbaal zien. Dat is zo belangrijk. Ja. Dat is en dan helpt het als je elkaar echt tegenkomt. Ja. En niet virtueel. Ja, ja gewoon nee, plekken. Ja, dat geloof ik absoluut. Ja. Melvin, als jij nog iets zegt van ja, dit zou eigenlijk echt moeten doen met elkaar. Dit gaat helpen. Ja, wat mijn wens dan zou zijn, maak het geen beleidsopgave, maar maak het een menselijke opgave. Ja. Want dit gaat over het leven van mensen. Dus wat u net ook aangaf, het moet van de intrinsieke motivatie zijn. En dan kunnen we dus echt veranderen. Want dit gaat om mensenlevens en niet om papieren tijgers waar we de dingen moeten verantwoorden. Dat zou mijn wens zijn. Ja. Ja, nog één? Ja, kom maar door. Ja, nou ja, dan kan ik de opmerking van Martin Zoetmulder natuurlijk niet negeren. Dat is, mijn inziens zijn mensen grotendeels slachtoffer van onze regelgeving. En dan komt best wel een buitenuitspraak, maar die ik toch even wil delen. De ongeveer laatste 30 jaar ingevoerde regelgeving dient te vervallen. Dient gewoon te vervallen, gewoon. Gewoon in het algemeen, gewoon. Ja, nee. Maar ja, dat geeft wel een beetje aan, dat merkte natuurlijk ook in de gesprekken, dat de mens wel af en toe uit het oog is verloren in alles wat is bedacht en geschreven. Terwijl als je met mensen eenmaal gaat praten, ook de mensen die beleid maken, die zien het best wel. Alleen het is soms al een beetje gespleten. Ja, en misschien mijn wens zou zijn, waarom zet ik me al jaren in voor bibliotheken? Ja. Of buurthuizen, initiatieven die dicht bij mensen zijn. Het is heel goed om, wat we hebben over lotgenotencontact, en dat ervaar ik ook op heel veel van de vraagstukken met heel veel van de jongeren met wie ik spreek en eigenlijk andere mensen in kwetsbare situaties. Maar het gaat natuurlijk ook om de dwarsverbanden en dat de contacten liggen tussen de mensen die met beleid bezig zijn en de mensen om wie het gaat. Ja. En als je dat niet, die intrinsieke motivatie, ja, daar gaat het voor mij voor om. Dus als die nooit gesprekken hebben met de mensen om wie het gaat, of het nou is in de GGZ of in de jeugdzorg of in waar dan ook, in het onderwijs, en niet snapt wat speelt er nou in de levens van heel veel diverse mensen, ja, dan is het niet gek dat je het ook niet echt snapt. Ja. Dus die tijdsinvestering in het praten met mensen, zodat je de goede beleidskeuzes kunt maken, ja, dat is belangrijk dat daar de tijd voor wordt ingeruimd. Dus ik geloof heel erg in de kruisbestuiving, om misschien een cirkel rond de hiërarchieën te doorbreken. En dan snap je weer wat er te doen staat. Ik werk veel met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die ontzettend hard zich inzet voor de menselijke overheid. Wat is dat dan? We willen dat samen met mij ontrafelen. En dan komt naar voren dat heel veel mensen eigenlijk nooit contact hebben met de mensen om wie het gaat. Ja, en dat moet doorbroken worden. Dus dat is belangrijk. Mijn wens.
Heel goed. Het is volgens mij, niemand kan meer na het zien van al deze talkshows nog zeggen van nou, ik ga het in mijn eentje achter mijn bureau doen. Dat is glashelder en dat hebben jullie nog eens keer extra benadrukt. Mag ik jullie heel erg danken, prinses Valentien. Heel veel dank ook, want volgens mij was het van grote betekenis voor nu, maar ook zeker voor de mensen hiervoor ook, dat u erbij was en dit zo prachtig heeft gezegd. En ik wens jullie allemaal ontzettend veel succes. En we gaan zo naar het laatste gesprek en dan gaan we eens kijken hoe we de toekomst ingaan. Ik hoop toch optimistisch. We gaan het in ieder geval proberen. Dank jullie wel. Dank. Dames en heren, we hebben de vorige keer hebben wij gevraagd van ja, wat is jouw beweging in kwetsbaarheid? En overigens, dat is wel interessant. Ik zal nog even over de woord denken. Kwetsbaarheid, beweging in kwetsbaarheid. Ik mag nog heel even blijven zitten. Ja. Met beweging in kwetsbaarheid is, want eigenlijk beginnen we beweging in dat woord kwetsbaarheid te krijgen. Dat is eigenlijk leuk. Ik dacht altijd, we moeten beweging in kwetsbaarheid, maar het woord kwetsbaarheid komt langzaam steeds meer in beweging. Dus dat is alleen maar goed.